Het justitieel interventieteam JIT, geassisteerd door de militaire politie, heeft zaterdag een illegale landingsbaan in Nikeri vernietigd. Volgens uitgewerkte informatie werden regelmatig illegale vluchten uitgevoerd op de landingsbaan. Het team vond op de baan een afgebrand eenmotorig vliegtuig, een mini-graafmachine en een aantal jerrycans met vliegtuigbenzine. Deze zaken zijn in opdracht van de PG terstond vernietigd. Het JIT-team is nu intensief bezig om de criminele organisatie die op de baan de illegale activiteiten ontplooit zichtbaar te maken. De president van de Republiek Suriname heeft een belangrijke beleidsinstructie aangekondigd met betrekking tot grondtitels die zijn verstreken. Deze maatregel is bedoeld om de rechten van landeigenaren te beschermen en zekerheid te bieden aan de samenleving. Volgens de beleidsinstructie die op 1 september 2023 van kracht werd voor een periode van 1 jaar, hebben alleen voormalige grondeigenaren het recht om verlopen grondtitels te vernieuwen. De ambassadeur van Suriname in China, Pik Fung Ho Chong, heeft op 24 augustus deelgenomen aan de China Fishery Industry Tour te Fuzhou en Xiamen in de Fujian-provincie. De Surinaamse delegatie was onderdeel van een diplomatendelegatie geleid door de ambassadeur van het Sultanaat Oman. Het doel van deze missie was het verkrijgen van inzicht in de ervaring en verworvenheden van China met betrekking tot de ontwikkeling van de visserijsector, versterking van visserijdialoog en samenwerking met de Volksrepubliek China.